Lieve mensen, welkom in het... Ik zou heel graag zonovergoten willen zeggen, maar dat is het niet. Maar ik ben wel in Rio de Janeiro. Brazil, la 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 la. Oké, too much information. Ik ben in Brazil, heel leuk. Ik ga gewoon wat leuke beelden schieten. Ik ben gisteren aangekomen en toen hebben we gewoon gechilled, lekker live muziekjes. Ze zitten hier lekker op straat muziek te maken. As I say, het weer is niet zo goed, maar het is wel warm. Dus ik mag niet zeuren verder. En ik ben nu op ons dakterras van het hotel. Ik zal dit even laten zien en dan neem ik jullie mee naar Ipanema, als ik het goed zeg. Het meisje van Ipanema, whatever, beach. Daar is een liedje opgenomen. Daar gaan we heen. We gaan naar de Copacabana natuurlijk. Waar we ook oud en nieuw zullen vieren over een paar dagen. En kijk maar. Je ziet vanzelf wel wat ik allemaal ga doen. Veel kijkplezier. Je hebt natuurlijk de sloppenwijken en die zijn hier ook. Nieuw handdoekje nodig, kun je gewoon kopen. Dit is dus de Copacabana en ik ga dus vanaf hier, dit is letterlijk het begin, hier tot en met daar helemaal eromheen. En de Suikerberg daarboven. Echt super, super, super tof. Echt leuk. Oké, oma Henk krijgt zwarte peper. Oh. En ik ook. Super lekker. Obrigada. We zitten hier gewoon serieus in een restaurant waar ze ons niet willen hebben. Maar dat maakt niet uit, want wij vermaken ons wel. Tess heeft een of andere gekke aardappel bij haar vlees. Iemand zei dat het goed was. Want dat was de aanbeveling van de ober. Oh, dit is ook noemenswaardig. We hebben lekkere wijn. Thank God. Na al dat bier en caipirinhas. Hoe heet dit restaurant ook weer? Sa. En we zitten in restaurant Sa. Met omheen. Oké, bedankt voor de info. Kijk, ben je een goede vlogger? Heel goed. Ik laat gewoon even het vlees zien en zo en de rest dan... Ja, dat was alles. Het grappige hier is dat dit een 24/7 shop is omdat we gewoon thuis niet of bij totaal niet meer kunnen drinken. Dus ze gaan het hier halen, maar het is hier echt super druk voor zeg maar onze buurt. Het is super grappig. Danielle kijkt volgens mij echt de ogen uit haar hoofd. There she is, the girl.
hij die zo gewild is. Het is zo grappig, want je moet naar boven eerst een heel stuk met de auto. Het kan gebracht worden. Dan moet je met de bus nog een stuk omhoog. Dan moet je sowieso wachten. Dan moet je 1,5 uur wachten. En dan moet je nog een stuk zelf lopen. En dan ben je bij het meest gewilde. Sluiten we het jaar af aan het strand met een Antarctica. Nog een paar uurtjes en dan gaan we naar de Copacabana. En dan gaan we fireworks zien. 250.000. 25 ton, zei hij toch? Nee, 25 ton. Vuurwerk toch? Dat zei hij, man toch? Ja, ze? Ja. 25 ton. We're ready. Fucking believable. Unfucking believable, as she says. Scoor jij eens een zakje chips? Natuurlijk vind ik het lekkerst. Just saying. Op dit moment is lopen we naar de Copacabana. En het is gewoon echt één lange slinger die daar naartoe gaat. Benieuwd. Het is nu 10:30 of zo. Dus ik ben heel benieuwd wat dit gaat brengen. Leuk. Ik word een beetje bang van al die knetters. Danielle vindt het leuk. Hè? Danielle vindt het leuk. Ja, ik schrok een beetje van de knal, maar dat heb ik van Tess geleerd. Onverwachte knallen moet je maar schrikken, dus bij deze. Super top vind, is dat er allemaal cruiseschepen liggen. En dan ziet dat al helemaal voor me, dat je dan zeg maar zo'n cruiseschip, zo'n vakantieboek, dat er dan ook gewoon staat. We zijn aangemeerd bij Rio de Janeiro in het water, zodat jullie goed uitzicht hebben op het vuurwerk. Maar fantastisch dit, fantastisch, echt. Ik denk niet dat ik ooit zoveel mensen op één plek heb gezien, want dit is echt ziek. Ze spraken over 2 miljoen, het zou me niks verbazen. Hoi! Het zou me niks verbazen als het echt 2 miljoen zijn. Wat is er juist gebeurd, Danielle? Nou, dan zal ik jullie vertellen, ik heb Tess nog nooit in mijn leven zo hard zien schreeuwen, horen schreeuwen. En ik denk ook nog nooit zo hard zien rennen. We wilden even een leuke selfie maken. Blijven lachen. Helemaal blijven lachen. Ik heb echt geen zin meer in. Nee? Ben je er alweer klaar mee? Weet je, het is gewoon zo belachelijk dat zulke dingen gebeuren. En dan kun je denken, waarom pak je nou wel je camera? Maar ik heb zo'n dingetje eraan zitten, dus die kunnen ze niet eruit halen. Maar onder het rennen bedacht ik me wel dat het gewoon allemaal materiaal is. En dacht ik, ja, ik zag hem niet meer. Ik dacht, fuck die shit. Verzekering. En ik haal hem weer terug. Maar kut is het zeker. Maar ja, dat is het leven.
Goedemorgen Salvador. Op naar Morro de São Paulo. Ik heb niet meer gefilmd nadat we uit Rio vandaan kwamen. Nadat we raped waren in de Copacabana. Roped waren op de Copacabana. Ik ben daar verkracht. Ik denk dat je ook nog verkracht bent. En ja. Dan ben je wel heel vrolijk. Ja. Oké, kijk, hier zit de McDonald's. 100 meter zijn het toch ook? Ja. Lol. Nou ja, nadat ik dus beroofd ben van mijn telefoon op de Copacabana, zijn wij gisteren met een vlucht naar Salvador gegaan. En we zijn nu aangekomen. Oh, we zijn van gisteren, we zijn nu pas aan. What the fuck, dit is zo slecht, man. Ik ga, oh mijn god. Gisteren zijn we aangekomen in Salvador en nu zijn we onderweg naar Morro de São Paulo. Dus wij gaan met de boot zo. En het zit nu in een busje, zijn het opgehaald. Dus super tof, echt heel, heel, heel veel zin in. Doei Salvador, op naar Morro de São Paulo. En de zon is er. Eindelijk. Yes. Nee, kijk even, schat. Ik zie al die vissen zwemmen met een beetje. Kijk dan hier. De boy is naar ons toe gezwommen. What the fuck? Ik ben echt lost. De boys met onze bagage in een kruiwagen. Yeah. Het doet me echt heel erg denken aan de Gillies. Infinity Pool. Maar die laat ik jullie later wel zien. Goedemorgen trouwens allemaal. Welcome in paradise. Ik ga denk ik even ontbijten. Na, hoeveel dagen zijn we hier nu? We zijn hier welke dag aangekomen? Dinsdag? 2 januari, dinsdag. En het is nu woensdag, donderdag, vrijdag. 3 dagen. En we gaan nu eventjes samen een hapje eten bij een lekker restaurant. Waar we volgens mij sushi. Ja, lekker. En vleesdingen kunnen eten. Ja. Vandaag gaan we daar. Daarna gaan we kaarten. Oh, waar zijn de kaarten? Die zal ik even pakken. Dus tot straks. Dit is een caipirinha. In caipirinha zit... cachaça. Wat is... Een Braziliaanse drank. Een sterke alcoholische drank. Ja. En heel veel... Liek.
citroenen. En een beetje ijs. En dat is het, hè? Ja. En het is? Bruine suiker. Ook nog? Geen bruine, maar wel suiker. Echt? Dus ik word hier dik van. Dat was echt niet de bedoeling. Fijn, dit is een drank wat we elke dag drinken. We zitten hier bij Sambasa. Sambas. En hier zitten we elke avond iets lekkers te eten als dessert en te drinken en zo. En kaarten te spelen. Ga zo lekker kaarten. Ik denk dat leuk is. Wie heeft er zojuist gewonnen? I won the game. Twice. Hoe heet het ook weer? Duizenden, hè? Duizenden. Ik kan zo goed duizenden. Goedemorgen, Salvador. Een van de wereld onveiligste, zeg ik het goed, een van de gevaarlijkste steden van de wereld. Goedemorgen, Salvador. Een van de gevaarlijkste steden van de wereld. En wij zijn hier om lekker een dagje te chillen. En naast mij staat de airco. Wij gaan niet naar het strand, maar wij gaan een dagje cultuur doen. En daarom gaan wij nu ontbijten, al lekker vroeg. En zo meteen met de Uber naar allemaal plekjes toe. Bij de kerk kun je van die geluksarmbandjes kopen. Of in ieder geval, je koopt een armbandje. Daar gaan officieel 3 knoopjes in. En bij elke knoop moet je een wens doen. Nu heb ik er nog een x-aantal over. Ook in mijn tas al. Die neem ik mee voor mijn dierbaren in Nederland. En deze staan voor iedereen die me ook dierbaar is. Ik heb ze allemaal een naam gegeven. Bijvoorbeeld Mila, mijn tantezeggertje. En mijn ouders en mijn zussen natuurlijk. En de aanhang daarvan. Voordat ze maar een heel gezond en gelukkig 2018 hebben. Echt leuk dit. En mijn oma's natuurlijk. Echt ook mijn oma's. Welkom in de... oude stad van Salvador, de Bahia. Ja, en hoe heet het ook weer? Pellerino. Pellerino. Welkom in Pellerino. Oké, dus een beetje history. Deze buurt was namelijk een van de gevaarlijkste buurten in Salvador. Je kwam hier alleen als je zeg maar drugs wou of als je drugs ging verkopen. Totdat er een drumband besloot om hier zeg maar gratis op te treden of te repeteren, zoals je het ook kan noemen natuurlijk. En dat deden ze 2 keer per week. En die tijd, toen was het volgens mij rond of 1538 of 1835, een van de twee. En sindsdien heeft Salvador zeg maar geïnvesteerd in deze wijk en is het nu een van de veiligste wijken van Salvador. En treden zijn nog steeds op, zo'n drumband. En hebben ze allemaal leuke gekleurde huisjes en die laat ik jullie nu zien. Het is echt super leuk in het oude stadje van Salvador. We hebben allemaal cadeautjes gekocht voor onze mensen die thuis zijn. En we drinken lekker een caipirinha. Ik ben even afgeleid door deze mensen hier. Moet ik nog een fotootje ook even maken?
echt zo. Je mag zo bepraten. Sam, zie je dit? Kijk, het gaat heen en weer. Oh my gosh. Nem. Danielle vindt het heel erg lekker. Ja. Wat geef je dit restaurant voor een cijfer? Nou, toch echt wel een 9. Locatie? Dat is jammer dat het zo afgelegen is. Maar je ziet niks daarvan, want het is hier afgeschermd met beveiligers. Houdt het spannend. Wat geef je Salvador voor cijfer? Als een van de meest gevaarlijke steden van de wereld. Qua gevaarlijkheid niks. Ik vind het een leuke stad. Omdat we ook niet in de gevaarlijke stukken zijn geweest. Mag ik niet van mijn papa en mijn moeder van jou. Wat geef je? Goed zo. Omdat je zo lekker mag gaan. Wat geef je de trip tot nu toe voor cijfer? Ook een 9. Wat mist die 10 dan? De regen in Rio. Mijn telefoon in Rio. Om mijn hengse portemonneetje in Rio. Ja.